Deze samenvatting wordt u aangeboden door Jan Lichtenberg Hypotheken en alle verzekeringen. Welkom bij Excelsior 31 TV. Excelsior 31 ging afgelopen zaterdag op bezoek bij Staphorst. Beide ploegen staan in de onderste regionen van de derde divisie en hunkeren dus naar punten. Laten we gaan kijken naar de samenvatting van dit duel. Dus Staphorst, 3 punten uit de laatste 5 wedstrijden. En de reis naar slechts 1. Bij me zit ook Jan van Staa. Even kijken naar de opstellingen. Carlo Meppelink, bekende van Jan. Werkte ooit samen met Jan van Staa bij Heracles Almelo. Nummer 8, natuurlijk opvallend. Mirko Zwiers speelde jaren bij Excelsior 31. En de man met 10 is de clubtopscorer. Dat is Haanstra. En dit zijn de 11 van coach Jurjan Wouda. Eigenlijk dezelfde 11 als vorige week in de thuiswedstrijd tegen Volendam. 2 spitsen voorop. Veldkamp en Werkhoven. Hemming erachter. Net als vorige week kaptein op de reservebank. Zo, Gerritsen Mulkus vindt Werkhoven. Veldkamp en Hemming met een slechte aanname. Daar moet je meer mee doen als Excelsior zijn. En nu Staphorst weer weg. Komt daar de eerste goal uit. Het is buitenspel, denk ik. Het is buitenspel. Deze treffer gaat niet door. Van de Brink, buitenspel. Ja, de laatste fase voor het seizoen was ook al heel matig voor de ploeg van Wouda. Want toen won Excelsior ook nog maar zelden. En nu Schra met de kans. En de goede redding van de doelman WC. Katachtig. Mulder. Schra komt niet in balbezit. Want er liep nog een speler achter. Kwant was dat. Staphorst in balbezit met Mulder. En de redding van WC op de inzet van der Brink. En zo is Staphorst gevaarlijker na een klein half uur, of klein half uur, klein uur spelen. Zwiers, Mulder. Kwispel. Ja, geen overtreding. Kwispel legt hem terug. Nou, nu dan. Nee. Jongen, jongen, jongen. Het is echt alles of niets met Haanstra. Maar ja, de wedstrijd ligt in het voordeel van Staphorst. En nu zitten we in de fase dat Excelsior beter lijkt te gaan worden. Pijs. Met Verhul tegenover zich. Pijs met de voorzet. Dat is een goede voorzet. Nou, daar had je hem kunnen hebben. Hemming. Nou, nu is de wedstrijd weer helemaal in evenwicht. Wat een kans, wat een kans. Ongelooflijk dat hij die niet binnen kan knikken. De clubtopscorer Haanstra heeft nog geen bal goed geraakt, denk ik. Tot dusver aan de zijde van Staphorst. Zo eerlijk mogen we ook zijn. En dit is een foutje. Dan is kaptein weg. Foutje van Zwiers. Terugleggen. Hemming schiet. Ja. Loopt met de sisser af. Nou, is dit hem dan? Dit is hem. Haanstra. Nee, deze gaat denk ik ook niet door. Of wel? Nee? Ik denk hensbal. Ja, deze gaat niet door. Dat dacht ik al meteen. Dan denk je van de man die geen bal goed geraakt heeft, die gaat hem dan ook nog maken in de slotfase. Scheidsrechter is resoluut. Deze goal gaat niet door. Wat gebeurt er? Ja. Hens. Moeilijk te zien trouwens. Schmid. Pijs. De man met de voorzet. Weer een aardige voorzet. Nou, deze had er ook in gekund. En zo krijgt Excelsior in de slotfase nog wat kansen. Maats. Oh, wat een goede redding van je. Doelman van Staphorst. Verhul brengt hem nog een keer in. Pijs. Oh, Pijs. Ho. Levensgevaarlijk wat hij doet ten opzichte van Kwant. Want dit had zomaar een strafschop kunnen zijn. En hij krijgt hem ook niet mee. En ik denk hetzelfde wat kaptein zo even had. Ja, een beetje hetzelfde beeld. Hetzelfde type spelers die dan... Nou, ja. Hij is er klaar mee. Ja, hij fluit meteen ook maar af. 0-0 tussen Staphorst en Excelsior 31. 0-0, een terechte einduitslag. Als je over 90 minuten gaat kijken, denk ik dat beide ploegen ook niet meer verdienen. En heel veel goede wil, maar weinig goed voetbal vandaag. Dat is een aardige conclusie.
Staphorst heeft wat kansen gehad, Excelsior ook. Maar het was allemaal niet verheffend wat beide ploegen hebben laten zien vandaag in Staphorst. Met name de eerste helft was bijna niet om aan te gluren. En Wouda wint dus weer niet met zijn ploeg. En blijft dus onderin de ranglijst staan. En hetzelfde geldt voor deze Carlo Meppelink. Zijn ploeg pakt dus een punt. Hetzelfde geldt voor Excelsior. Maar ja, met één punt kom je niet boven de streep. Tot aan de 16, prima. Maar die eindpaas, dat was een lastige. Ja, eens. Waren bij bepaalde momenten hadden we nog meer kunnen voetballen. Maar ik denk dat het inderdaad een beetje een flipperkastwedstrijd was. De bal ging heel veel heen en weer. Er werd weinig gevoetbald. En echte kansen zijn er niet geweest. Ja, een buitenspel doelpunt voor hun. Wij inderdaad wat mogelijkheden, maar niet echt een schot tussen de palen. Nee. Maar uiteindelijk met wat je hebt gezien op het veld. Ondanks dat het de eerste helft niet goed was. Ondanks dat het begin van de tweede helft niet goed genoeg was. Heb ik wel een strijdend Excelsior gezien. Wat voor elkaar door het vuur bleef gaan. Dat er alles uithaalde. Wat er ook maar in zat. Jongens op de bank die de spelers in het veld aan blijven coachen. En omschakelen, druk zetten, ga door. Hè. Dus echt een teamprestatie. Met uiteindelijk een punt. Misschien ben ik er vanavond blij mee. Maar ik had graag 3 punten gehad. Voor beide ploegen dus een punt. Zaterdag spelen we weer thuis, dan komt Urk bij ons op bezoek. Voor donderdag hebben we weer een weekjournaalprogramma. Heel graag tot dan! Deze samenvatting werd aangeboden door Jan Lichtenberg, Hypotheken en alle verzekeringen.